Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie waar ik ga werken aan een oud overhemd van een man voor in de zomer. Ik ga jullie verschillende variaties laten zien over hoe we deze hemden kunnen aanpassen. Hier ga ik natuurlijk eerst laten zien wat we daarvoor nodig hebben om deze hemden te kunnen maken. En nou ja, het is een stofschaar zoals gewoonlijk, een meetband en steeknaalden. Ook hebben we stofkrijt gebruik ik hierbij om markeringen te maken, dat is makkelijker. En dan hebben we nog een draad nodig voor de naaimachine. Deze kun je doen in de kleur van het hemd of inderdaad die kleur die al gebruikt is in het overhemd van de man. Verder hebben we dan ook nog een overhemd nodig, uiteraard. Je kunt kijken wat je daar nog over hebt of wat je graag veranderen wilt. Ik heb hier een overhemd genomen die ik al een keer omgenaaid heb in een andere video. Daar heb ik aan de mouwen van de hemd gewerkt. En die video kun je ook bekijken waar ik laat zien hoe je dat kunt doen met twee overhemden. En als je de optie hebt, kun je natuurlijk ook nog BJ-band gebruiken als je dat wil. Of een elastieke naaddraad of manchette gebruiken van andere overhemden. Ik ga dus even verschillende variaties laten zien. En het eerste wat ik ga doen is het inderdaad korten van de mouwen. Daar kun je twee varianten daarvan laten zien. De eerste is gewoon een simpele verkorting. Dat betekent dat je deze hier ietsje korter maakt, zodat de mouwen iets beter passen. Stel je voor, je hebt een overhemd gekocht en de mouwen zijn eigenlijk iets te lang. Dan kun je die of gewoon onderaan bij de polsen verkorten of middenin. De eerste variant is dus de manchetten losmaken is dan de eerste stap, zodat die polsen ietsje korter worden. Je kunt dat doen met een toornmesje of je kunt het gewoon omheen knippen. Dan ga je dus even aanpassen en kijken hoe kort de mouw wilt hebben. Stel je voor, dan wil je graag tot met de pols wil, hier zo lang wilt hebben. En dan heb je een mooie mogelijkheid om iets op te stropen. Wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is dat je zegt van ik maak een mooi zomer overhemd ervan en ik maak daar korte mouwen van. Dat kan natuurlijk ook, dat ga ik jullie straks laten zien. Dus hier zo kun je dat dan afsteken en eventjes zo omvouwen. En dan ga je dus hier zo, kun je dat mooi op dezelfde hoogte net vaststeken en daar twee keer overheen steken. Zodat je geen manchetten meer hebt, maar gewoon een rustige overgang. Gemanchetten gebruiken kan natuurlijk ook, maar dan moet je natuurlijk dat wel die lengte nog erbij inrekenen, anders heb je de mouw alsnog te kort. Dus ja, maar dan heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid dat het knoopje wegvalt die er al is. Of je haalt hem hier zo naar binnen, ga je dan, en dan zet je hier zo het knoopje, maak je even los. En dan ga je hier zo, leg je hem in en dan ga je er dan met een naaimachine overheen en heb je de manchette aan vast. Dat is ook een andere optie en dat laten we natuurlijk volledig aan jou. Ik doe het zonder manchette, zodat ik het mooi, makkelijker en iets losser, meer casual doe. Dus hier twee keer overheen. Zo zien de mouwen er nu uit wanneer je het dus gewoon tot met de pols bericht op de fatsoenlijke lengte hebben gehad met de mouw. Ik ben er dus twee keer overheen gestapt met de naaimachine. En zo is het ook gemakkelijk om met de wijte het super leuk op te stropen. Of een beetje, gewoon rustig hier zo kun je dan het knoopje kun je dan hebben. En dan kun je hem makkelijk aan vastmaken. Dat is dus ideaal. Dat bevalt mij zeer goed. En als je de manchetten erbij aan had gemaakt, dan moet je dus nog eventjes de stof nog even een beetje zo vouwen. Aangezien deze mouw iets breder is dan de manchet van het andere blouseje. Want ja, je werkt natuurlijk met twee blouses. Wil je dat niet, dan doe je dat met een BJ-band. En die kun je dan eraan vastmaken. Die kun je dan hier zo binnenin. En dan kun je het iets breder hebben, steek je eraan en kun je dan de BJ-band bij in doen. Wat je dan leuk vindt is dat je dan een beetje elastiek effect hebt. Dus dat is ook leuk te verwerken, maar hetzelfde kun je dus ook bereiken met een elastieke draad. En dan ga je dus een soort van een rafeling maken. En dan moet je even kijken wat voor materiaal je hebt en wil je hier meer over weten, heb ik daar ook een video over.
gaan we natuurlijk eventjes verder met de andere variatie van de mouwen. Dat betekent dus de zomervariant. En daarvoor gaan we dus weer de mouwen afkorten. En dan wel tot, tot de lengte van een t-shirt. Ik heb dus hier een markering gemaakt met de steeknaalden, hoe lang ik het wil hebben. En dan kun je het gewoon grof afknippen. En dan nog eventjes nog een keer aanproberen om te kijken of dat de gewenste lengte is. En of het zo mooi past. Anders kun je het nog aanpassen. En wanneer je dat hebt gedaan, kun je dan beginnen met het naaien. En doen we eigenlijk gewoon precies hetzelfde met de lange mouwen. Zo, nu heb je dus de lengte bereikt waarmee je tevreden bent. En dan kun je dus beginnen met het vernaaien van de mouwen. Voor mij zijn ze wel redelijk kort geworden. Normaal gesproken bij overhemden zie je meestal tot de ellebogen bij een man. Dat is bijvoorbeeld ook een optie. En hier is echt een t-shirt variant. Dat is natuurlijk helemaal aan jou. En om dit dan samen weer mooi netjes af te werken, doe je weer precies hetzelfde als bij de langere mouwen. En dat betekent dus dat je het gewoon netjes terugvouwt. En dat dan vaststeekt met steeknaalden. Dan blijft het goed vastzitten en heb je overal dezelfde hoogte en de lengte van de mouwen. En dan stappen we er twee keer overheen met een naaimachine voor een mooie afwerking. Zo, dit is dan het eindresultaat van de korte mouwen. En hier heb je ze dus gekort en vernaaid. En twee keer een mooie siernaad eroverheen. En dat kun je bijvoorbeeld ook hier zo aan de achterkant even afketten. Ligt er een beetje aan of de stof zich rafelt. De lengte is dus zeker aan jou over te laten. En je kunt er natuurlijk van alles nog doen. Je kunt er ook leuk mee experimenteren. Bijvoorbeeld hier nog een bandje knippen. En die dan bijvoorbeeld om de mouw doen. Zodat je toch nog ietsje langer hebt. En een soort van variatie in de patronen. Het is maar net wat je wil. En dan is dit eigenlijk zo klaar met de armen. En dan kunnen we verder met het inkorten van het hemd zelf. In de vorige, in de laatste stap gaan we dus laten zien hoe we het hele overhemd in kunnen korten. En dan kun je dus even kijken dat je hem aanpast en zien hoe lang je hem wilt hebben. Soms zijn overhemden wel erg lang, maar past die verder super mooi. Dus kun je hem eigenlijk zelf ook super makkelijk inkorten. En dat betekent dat ik hier zo een heel stuk heb teruggevouwen en dat even heb vastgestoken. Zodat ik even kan kijken hoe het eruit ziet. En dat kun je dus ook heel mooi oriënteren aan de knopen. Zorg dat je daar iets ruimte onder aan laat over. Dan heb je mooi een mooi oogpunt. Dat ziet optisch mooi uit. Dan gaan we dat hier zo helemaal vaststeken. En dan kunnen we daarna met de volgende stap kunnen we het afknippen. Wat ik graag wil is dat het aan de achterkant een klein beetje en rond afloopt aan de achterkant. Daar hebben we iets meer lengte nodig. Maar ga dan eerst even kijken hoe kort je het wil hebben aan de zijkanten. En ga dan zo in een boogje achteraan verder knippen. En dan gaan we in de volgende stap gaan we alles vernaaien. Zo, nu heb ik dus alles netjes afgestoken, dus even vastgestoken met de steeknaalden. En dan kun je dus eigenlijk beginnen met het stof af te knippen wanneer je tevreden bent met de lengte. En dan ga je dus zorgen dat je het knipt, dat je alle lengtes erg mooi zijn. Dus kijk even onder de mouwen aan de zijkanten, dat die er even lang zijn. Heb je net ook gezien met mij met de meetband. En knip dan alles netjes af. En dan kun je het mooi zo, met het midden ook. Zorg even dat je, als je hier dan een ronding wilt hebben, zorg dat je dan even het midden markeert en vanaf daar afsteken hoe je ronde wil hebben. Wanneer je dat helemaal klaar hebt, kun je dus beginnen met naaien. En dus eerst de boel eraf knippen. Hier zo, die knip je een stuk af. Laat een beetje over om het om te knikken en daar overheen te stappen met de naaimachine. Ket het misschien even af, dat je het niet rafelt. En dan kun je het helemaal afmaken met de naaimachine zelf. Dat kun je bijvoorbeeld hier een keertje heel dicht bij de rand. Maar wat je ook kan doen, is dat je zo'n iets bredere naad doet. Met iets meer afstand daartussen.
Zo, hier zie je het eindresultaat van het ingekorte overhemd. Ik ben erg tevreden met het resultaat. En ik vind het dus ook mooi dat het hier zo onderaan een mooie ronding heeft. En dus heel ietsje langer is. En ja, verder ook de mouwen zijn goed gelukt. En met zo'n overhemd kun je altijd super leuk experimenteren. En even kijken welke variaties er mogelijk zijn. Dat heb je hier dus ook gezien. Je kunt bijvoorbeeld ook nog met de stofresten van alles doen. Bijvoorbeeld hier zo'n borstzakje naaien. En van alles dus uitproberen. En werken aan banden en zo aan de zijkanten en onderkanten. Super leuk met twee verschillende kleuren van de overhemden. En dan hoop ik jullie deze video leuk vonden. Zo, je laat een blauw duimpje omhoog achter. En neem een kijkje op mijn kanaal om te gratis te abonneren. En op de hoogte blijven van mijn nieuwe video's. Tot de volgende keer!